boos over hoe de politie zich heeft gedragen. Ik zou er graag van ze horen. Dus ik vroeg met alle plezier een groepje mensen die zeggen, wel eens komen buurten. Over en de ervaring hier in de boze Amsterdam. Ja, oké. Okay. Ik denk dat ze voorlopig vinden dat ik wel een beetje kan. Okay. Zou je moeten schamen, man, burgemeester? Je hebt gezegd, je moet gewoon aftreden. Aftreden. Schaam jij je? Schande. Partij voor de Arbeid. Partij voor fascisme. Vandaag antwoorden gehad van de burgemeester hierover en die waren heel erg helder. Ze hebben totaal niet aan informatievoorziening gedaan. De politie wist niet waar ze aan toe waren. En toen hebben ze ook nog allemaal wapens gehad, zoals sokken met biljartballen. En het was een heel dreigende situatie. Dus ik denk dat de politie goed heeft opgetreden. Dat wat de burgemeester heeft gezegd? Vond ik een goed antwoord. Ja, vind jij dat een goed antwoord? Ja, ja. Dat iemand gaat die arm gebroken? Ja? Dit zijn de praatjes en dit is de werkelijkheid. Deze jongen is gearresteerd. Deze jongen is gearresteerd. En nadat hij gearresteerd is, heeft hij in een busje zijn arm omgedraaid. Zijn elleboog uit de kom. Nadat deze jongen gearresteerd is, hebben ze hem alsnog gepakt. Dit is wat er gebeurt in Utrecht. Deze burgemeester geeft je alle blaad, maar we weten er allemaal van. Want niemand kwam op het referendum stemmen. En dit is wat er gebeurt als je in 2011 demonstreert in Nederland. Deze jongen is gearresteerd. Ze hebben zijn arm gebroken terwijl hij al gearresteerd is. Zijn elleboog is uit de kom. En volgens de arts in het ziekenhuis is het niet eens fysiek mogelijk om je elleboog uit de kom. Omdat je zoveel kracht gebruikt moet worden. En dat is gebeurd nadat deze jongen gearresteerd is. Toen hij in een arrestantiebus zat. En dit is wat Nederland is. En als je direct de burgemeester weer hoort, dan hoor je alle bla bla. Ik heb het nu over de antwoorden van de burgemeester en ik vond die antwoorden prima. Dus ik denk dat het goed is opgetreden. Maar wat vind jij over dat iemand gaat zijn arm gebroken? Daar heb ik niks over gehoord, dus ik weet niet of het waar is. Je kan zien. Misschien is dat door het protest gebeurd, misschien is dat een andere keer. Nee, dat was... Ja, maar dat weten we toch niet? Als hij zegt dat er geweld is gepleegd, dan moet hij aanklacht doen. Mm-hmm. En dan wordt dat vervolgd. Mm-hmm. Dus ja, we hebben een rechtsstaat en daar moet je aan houden. En die rechtsstaat is genoeg verzekerd. Maar als iemand gaat arm gebroken, dat is rechtsstaat nog steeds? Als iemands arm wordt gebroken en er was dus niet een, tenzij hij zelf geweld had gepleegd, hè, dat de politie het uit verdediging heeft gedaan, mocht het waar zijn dat hij daardoor zijn arm heeft gebroken, ik weet dat niet. Als dat gebeurt, dan moet hij een aanklacht indienen en dan wordt het justitieel vervolgd. Zo werkt het in Nederland en wij gaan niet in Nederland gaan wij geweld met geweld oplossen. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Camera weg!